Dat is natuurlijk ergens ook goed dat het ongemakkelijk is voor sommigen. Want dat moet ook. Het ja. is, daar is kunst voor, toch? Ja. Ja. Ik hoop op een setje boedende luisteraars. Anders heb ik kunstwerk niet gedaan. Nee, dat ik allemaal nu spam nu krijg hierna. Als we heel veel positieve mailtjes krijgen, dan bel ik je boos op. Ja, hallo en welkom bij deze aflevering van de Boos Anti-Corona-Depressie podcast. Iedere dinsdag en donderdag om 4 uur zijn we er overal op je internet. Zolang corona blijft heersen over de maatschappij, want zo voelt het toch een beetje, leggen wij je uit hoe je emotioneel het heft in eigen handen neemt. Nee, lang verhaal kort, je komt de podcast beter uit dan dat je me inging. En dat is denk ik iets waar we allemaal behoefte aan hebben. Vandaag gaan we het hebben over kunst. En dat doen we met deze twee mensen. De eerste is deze stem. Juist in publieke ruimtes worden vaak de mooiste werk gemaakt. En dat is kunsthistorica Katelijne Blok. En de tweede is deze. Wat ik zou willen, is dat iedereen nu even kunst gaat kopen. Ja. Mag ook iets kleins. Mag ook iets kleins. En dat is kunstenares Tinkerbell. Nou, ik zou zeggen, ga er maar eens goed voor zitten. Want dit is er eentje die goed is voor je brein. Dat is bewezen. Let op. Ja, we gaan het hebben over kunst vandaag. En dat doen we om een aantal redenen. Eén, de kunstsector staat onder druk. Al is deze aflevering geen manifest of een pleidooi voor iets. Al zit het er wel een beetje in bij Tinkerbell. Maar wat we vooral willen is, omdat blijkt dat kunst goed voor je hersenen is, je een beetje input geven, waardoor je, nou ja, je hersenen zich wat beter voelen. Het is als volgt. Wij maken wel eens podcasts over muziek bijvoorbeeld. We maken wel eens podcasts over en met literatuur, dus dat mensen voorlezen. We hebben podcasts gemaakt met Erik Scherder. En wat blijkt bij al deze dingen, die zaken zijn goed voor je hoofd. Muziek kan een hele positieve invloed hebben op jouw gemoedstoestand. Je stresslevel gaat geloof ik met 60% naar beneden als je luistert naar iemand die je voorleest. En kunst is goed voor je brein. Dat is goed voor je ontwikkeling. Sterker nog, het is onmisbaar voor je brein. Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. En Erik Scherder, die halen we altijd graag aan in onze podcast, heeft ook gezegd, het is onmisbaar bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van een kinderbrein. Anders gezegd, kunst is dus heel goed voor je. En als je je brein onder controle hebt en je brein is fit, dan kom je moeilijke tijden nog veel beter door. Nou, als je nog een keer wil horen hoe dat precies werkt, klik vooral nog even ergens op Spotify, YouTube of de Apple Podcast app de podcast met Erik Scherder aan die precies uitlegt hoe je je hersenen fit houdt in deze tijden en waarom dat zo belangrijk is in het kader van niet verslonzen mentaal gezien, maar ook in het kader van bijna een soort overlevingsdrang in een maatschappij die dus voor een goed deel beheerst wordt door een pandemie. Maar vandaag dus kunst. En dat bespreek ik met twee mensen, twee hele leuke mensen. Wat ik net al zei, Tinkerbell, kunstenares, maar ook een kunsthistorica, dat is Katelijne Blok. Zij is bekend van de Tiddy Mac. Ik heb haar wel eens aangehaald in de Wereld Draait Door. Ze is een van de mensen die je in 2020 in de gaten moet houden. En zij is dus kunsthistorica. En zij kan fantastisch vertellen over kunst. Dat kan ze echt heel erg leuk. Volg haar ook op Instagram en volg haar ook op al haar platforms. Mede hierom en misschien ook om haar visie op de maatschappij of omdat het gewoon een leuk mens is. Maar zij kan fantastisch vertellen over kunst en weet ook waar ze over lult. Dus ik dacht, nou, in het kader van kunst en het fit houden van je brein en wat positieve impulsen gaan we het hebben over kunst met niemand minder dan Katelijne Blok. Mocht je nou denken, hey luister, ik luister altijd de podcast, maar je hebt ook tijd om te kijken, dan check even YouTube. Want daar hebben we beeld erin gemonteerd waar Katelijne het over heeft. Het hoeft niet, want zonder beeld staat het ook. Maar als je het leuk vindt, check even YouTube. Katelijne Blok. Hallo. Wat? Moet ik hierop reageren of moet ik gewoon de afwachtende houding nemen? Nee, dat is misschien is het leuk als jij dan zegt, hey Tim. Oh, hoi Tim, hallo. Hallo, hoe gaat het met je? Hallo, dat we een soort van heel spontaan houden terwijl ik net 3 keer heb geprobeerd verschillende browsers te starten. Ja, ook. Om hallo. Om te kunnen nemen. Hi Kat. Hey Kat, ik heb jou geïntroduceerd als kunsthistorica, want dat ben je in deze rol natuurlijk.
Toch? Alle andere rollen ook. Ja, maar... nee, zeker. Maar je doet heel veel dingen. En vandaag, hier ben je even de kunsthistorica. Oké. Okay. Is dat akkoord? Ja, is goed. Ja. Kan je me iets vertellen over jouw achtergrond en de kunst? Wat ik heb gedaan, bedoel je, voordat ik überhaupt dat titeltje kreeg? Bijvoorbeeld, of wat je interessant vindt, of hoe het in je leven geïmplementeerd is, wat je belangrijk vindt om te vermelden. Nou, ik heb kunstgeschiedenis gedaan en ik heb onderzoek daarin gedaan eigenlijk uiteindelijk naar twee dingen. Eentje was street art en eigenlijk welke rol dat innam op de Berlijnse muur en de afscheidingsmuur, dus tussen Palestina en Israël. Wat voor effect dat had op de geschiedenis en op de mensen die daar leefden. En dus ook natuurlijk kan je dat ook trekken naar het nu. En het andere onderzoek wat ik heb gedaan, dat had te maken met hoe vrouwelijke fotografen de vrouw eigenlijk in hun werk vastlegden. Mm-hmm. En daaruit is eigenlijk ontstaan wat ik nu doe. Dus ik heb nu een eigen bedrijfje dat Tittimac heet. En dat heeft te maken met feminisme. Mm-hmm. En het is eigenlijk ontstaan omdat ik over feminisme bewust ben gaan nadenken tijdens het schrijven van die scriptie. Ja, om maar even bijvoorbeeld aan te tonen wat kunst met je kan doen. Ja. De geest scherpen in deze zin dan. Ik bedoel, dat hoeft niet naar feminisme te leiden. Ik bel je vandaag om het volgende. Wij willen een podcast maken over kunst, omdat, dat hoef ik jou niet te vertellen, kunst blijkt heel goed te zijn voor je brein. Ja. Dus we wilden niet alleen mensen enthousiasmeren over kunst, maar ook eigenlijk heel direct zichzelf beter laten voelen door kunst. En toen dacht ik, nou, ik bel jou als kunsthistorica. Kan jij onze geest wat verruimen met wat kunst en daarover vertellen? En de moeilijkheid is natuurlijk wel dat als je dit zit te luisteren, dat je de kunst niet kan zien. Maar volgens mij kan je daar heel beeldend over vertellen. En als je op YouTube kijkt, dan zal je vast wel wat hebben wat we kunnen laten zien ook. Maar ik wilde eigenlijk vragen, wat heb je meegenomen en waarom? En waar beginnen we vandaag? Oké, dit was dus een hele moeilijke opdracht vooraf al. Ja. Want ik moest dus vervolgens kiezen tussen een paar dingen die ik dan met jullie wilde delen, met jou wilde delen. En dat is natuurlijk echt gewoon, moeilijker kan bijna niet. Nee. Maar ik dacht, ik neem wat verschillende dingen mee. En ik neem van verschillende type makers en verschillende kunstwerken. Dus ik dacht, ik begin even met de eerste. En dat is, ik heb het ook echt allemaal. Ik heb messen stapel boeken hiervoor ook nu weer even opnieuw doorgebladerd. Ik dacht, ik kan niemand hebben dat mensen me gaan betrappen op fouten of iets dergelijks. Hmm. Maar de eerste die ik wil beschrijven is een kunstwerk van een Japanse kunstenaar. Vrouw, Yayoi Kusama. Ja. En ik denk dat sommige mensen, als je die naam hoort, dat je al denkt van, misschien ken ik die wel. En ik denk dat velen die het luisteren of kijken dat ook herkennen. Want je hebt, Yayoi Kusama staat bekend om stippen. Die doet overal plaatsen stippen op. Stippen op objecten, op zichzelf, op ruimtes. Overal zie je stippen. En waar je ook kijkt. En een van haar bekendste werken zijn de Infinity Rooms. En dat zijn eigenlijk ruimtes waarin die stippen tot in de oneindigheid zich lijken te herhalen. Want ze ziet overal spiegels. Dus als je in zo'n ruimte staat, je kan erin. Dan kijk je voor, achter je, naar beneden, waar je ook kijkt. Zie je die stippen, je weet niet waar de ruimte eigenlijk stopt. Oh ja. En dat is een ruimte waarin heel veel mensen op Instagram graag selfies mee inmaken. Omdat het ook een prachtige ruimte is qua licht. En het is ook, ik denk als je door menige tijdlijn gaat scrollen, dan zie je ook ergens wel iemand met zo'n foto. Maar wat veel mensen niet weten als ze in zo'n ruimte staan, is dat Yayoi dit is gaan maken, die stippen. Ja. Uit eigenlijk haar angsten de baas te worden. Want zij is op een gegeven moment kreeg ze heel erg last van psychoses, nog steeds. En zij is, ze leeft nog steeds ook. En ze kreeg pas later, ze kreeg eerder ook al erkenning, maar steeds meer erkenning. En zij woont ook vrijwillig in een psychiatrische inrichting in Japan. Daar gaat ze gewoon elke dag naar buiten nog en in de tuin werken. Maar zij probeert eigenlijk door de stippen die zij als klein kind is gaan zien. En dat begon toen ze op een gegeven moment, zegt men, in een bloemenveld stond als klein meisje. En toen begon die bloemen tegen haar te praten, een soort pratende stippen. Ja.
En zij is eigenlijk vanuit die gedachte, vanuit wat zij ziet en waardoor ze eigenlijk, waarvoor ze bang is en waarvoor ze angst heeft, is ze dat gaan verwerken in haar werk. Dus zij pakt al die stippen en die plakt ze overal eigenlijk op. Ook op zichzelf trouwens, ze ziet er echt te gek uit. Ze heeft kort oranje haar en haar hele, vaak heeft ze kleding aan, ook met alleen maar stippen. Dus dat is eigenlijk mijn eerste werk. Leuke side note is trouwens ook. Ja. Zij heeft ook nog, zij is ook nog best wel ook actief op socials. Ze heeft laatst nog in deze pandemie heeft ze een heel bericht ook nog erover geschreven. En wat ik dan zelf wel weer grappig vind, ze heeft ook andere dingen georganiseerd. Als bijvoorbeeld in het MoMA heeft zij, genaamd een one-man show, heeft zij een orgie georganiseerd tijdens een dag van het MoMA, waarin ze gewoon dit liet gebeuren. En waarin mensen ook commentaar gaven, is dit kunst? En dat is natuurlijk een vraag die heel vaak bij mensen weer terugkomt. Dan is kunst op zijn allerbest als mensen, ja, is dit nou kunst? Dat is alleen maar goed gegaan. Is dit punk? Is dit hip-hop? Is dit kunst? Dat is de beste vragen, toch? Ja, maar zij is echt te gek. En zij heeft echt, je moet maar, je kan er best wel makkelijk ook dingen van haar vinden. Dus van die infinity rooms, maar ook in dat objecten. Ze heeft ook een enorm grote pompoen heeft ze gemaakt. Ja. Ook weer met allemaal stippen en die reist ook vaak de wereld over. Die was nog een tijdje in de Voorlinden in Museum in Den Haag Wassenaar te zien. Maar ook, allerlei andere landen. Maar het is echt mega, ik vind haar te gek, maar het werkt ook echt. Dus die stippen zijn voor haar eigenlijk een manier om haar grootste angst, namelijk die psychoses, aan de te baas gaan. Ja. De baas te worden, ja. 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 Het is bijna een beetje, dat is mijn referentie, zoals Batman is geworden. Bruce Wayne werd Batman omdat hij het meest bang was voor vleermuizen en dat zichzelf aan heeft gemeten. Ja, dan een stip. Maar dan met stippen en een kunstenaar. Een beetje zo. Iets geëngageerder verhaal. Ik heb het even bijgetrokken, Kat. Het is echt waanzinnig. Ja, hè? Ja, die Infinity Rooms, als we het even beeldend beschrijven voor de mensen die het niet kunnen zien. Het is net alsof je het heelal in gelanceerd wordt. En het heelal heeft net een heel klein likje LSD genomen. Ja, zoiets, ja. Toch? Ja, het is te gek. Wat leuk. Nou, dat was tip 1, dankjewel. Ik heb nog een hele lading te gaan, hè? Dus je kan op een gegeven moment. Tip 2. Even kijken. Ik heb het zelfs echt oldschool gewoon geprint. En ik heb niet eens een printer, kan je nagaan. Ik ga gewoon deze doen. Oké, wat ik dacht. Wij zitten natuurlijk allemaal heel braaf binnen. En dan af en toe maak je nog een gezellige wandeling. Misschien naar een supermarkt of je parkwandeling met één iemand. Uh-huh. Hè? Maar je ziet juist op straat ook heel vaak hele vette kunst. Dus van graffiti tot street art, whatever. Juist in publieke ruimtes worden vaak de mooiste werk gemaakt. Dan kun je ook hele vette dingen zien. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik wil even één werk uitlichten met kleine zijtakjes naar andere werken. Ja. En dat is eigenlijk het werk van Jean-Claude en Christo. Dat zijn twee mensen, een koppel. Jean-Claude is op een gegeven moment overleden. Dus je hebt alleen nog Christo die nog, alive en kicking is. En wat zij deden, zij deden wat ik echt te gek vind. Zij pakte dingen in. Dus als voorbeeld, zij pakte eigenlijk dingen in als kleine voorwerpen, kleine sculpturen. Maar je bedoelt met papier? Nee. Zo, maar inpakken met zoals doeken? Ja, zoals je een cadeau inpakt. Ja, maar zij pakte dingen in als de gehele Rijksdag in Berlijn. De gehele Pont Neuf in de bekende brug in Parijs. Ja. Ze hebben een hele eilandenreeks ingepakt aan de kust van Miami. Met allemaal stukken soort van roze zeil. Wat om die kust heen lag als een soort kraag. Dus een soort groepen eiland. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld een hele loopbrug over water gemaakt van een soort oranje zeil waar je over je heen kon lopen als bezoekers. Ik zit even mee te kijken. Ik zie het. Holy shit, dit is enorm. Het is gigantisch en het kost echt heel veel tijd en voorbereiding. Want je moet ten eerste ook nog eens een keer iedereen overtuigen om mee te doen. Dus bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze echt, weet ik veel hoe lang, moeten zorgen dat iedereen
ook van het parlement overtuigd was om te zeggen van oké, pak onze Rijksdag dan maar in. Een van de belangrijkste gebouwen daar. Dat is fantastisch. Dus hij kreeg pas jaren later kreeg hij eigenlijk groen licht. En ze hebben vervolgens, nou weet ik veel hoeveel kunststof gebruikt om dat hele ding in te pakken in een soort van grijs-zilveren stof. Ja. En het ding is ook, als die, kijk, die eilanden ingepakt zijn, die gebouwen ingepakt zijn als soort cadeautjes. Het boeiende wat zij willen doen is dat je dan pas eigenlijk goed gaat kijken naar de vorm van zo'n gebouw. Wat de kleur van zo'n gebouw eigenlijk überhaupt was. Ja. Het zijn gebouwen die je eigenlijk niet meer echt opvallen. Omdat je er gewoon overheen loopt, langs loopt. Je kijkt er niet meer naar. Doordat zij het inpakken ga je eigenlijk opnieuw kijken naar de structuur en de vorm van zo'n plek. En wat natuurlijk ook nog is, is dat zij, wat te zien is aan zeg maar dit soort gebouwen of die eilanden of wat ze ook inpakken. Het is tijdelijk. Dus op een gegeven moment halen ze alles weer eraf en is het kunstwerk eigenlijk weer weg. En het enige wat dan overblijft zijn de schetsen, de voorbereidingen, de foto's die gemaakt zijn door anderen of door henzelf van die plek. Ja. Maar het kunstwerk zelf is volledig weg na alle tijd en moeite en voorbereiding die erin zat. Op zichzelf is die kunst dan daarom interessant, maar gaat dat dan eigenlijk om het herwaarderen van objecten of omgeving? Ja, en dat is eigenlijk het vette aan natuurlijk kunst in publieke ruimtes. Dus wat zij doen, maar wat bijvoorbeeld ook een, mensen kennen Banksy, maar bijvoorbeeld ook een JR doet. Dat is een kunstenaar uit Frankrijk en die blaast bijvoorbeeld enorme foto's op van mensen. En die plakt die op bijvoorbeeld, buitenplekken, dus in publieke ruimtes. Bijvoorbeeld op daken van favela's in Brazilië, op treinen die rondrijden door het landschap. Plakt die foto's op van mensen en dus ook de muur tussen Palestina en Israël. Dit is eigenlijk een van de grootste buitenexposities geweest. Mm-hmm. Had deze kunstenaar JR foto's van Israëliërs en Palestijnen naast elkaar opgehangen aan de ene kant, toen aan de andere kant. Door mensen ook interactief een spelletje gingen doen. Wie is eigenlijk de Palestijn en wie is de Israëliër? En daardoor ontstond er ook door zeg maar bij mensen zelf, door datgene wat zij zagen buiten, ontstond er eigenlijk een gesprek weer door wat ze zagen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg met van die grootse kunstwerken in ruimtes, publieke ruimtes, is dat het een hele andere rol gaat innemen. En dat laat je eigenlijk denken, wat zie ik nou precies? En wat was deze plek eerst? En wat is deze plek nu? Maar ja, dat wordt ook bijvoorbeeld gedaan met teksten of op Times Square. Er zijn heel vaak kunstwerken te zien geweest. Dus dat is wel, ja, ik kan nu echt doorgaan, hè. Jenny Holzer. Nee, ik vind het fantastisch. Wat ook een vette is, hoe kan je ook even opzoeken. Die heet Pipelotti Rist. Ja. En ze, is dit je nieuwe tip of zitten we? En nog een kleine zijsporttip. Ja. Pipolotti kan je op YouTube vinden, een arist. En zij heeft allemaal op Times Square, was het te zien, video's dat ze zeg maar met haar gezicht zo tegen, het lijkt wel tegen de gebouwen plakt, alsof ze elk moment uit die gebouwen in Times Square wilde komen. Dus stel je voor dat je daar overheen loopt, je ziet opeens al die soort van gezichten zo op je afkomen. Ja. Maar dat is ook zo'n werk. Dat is een werk wat dan tijdelijk op die plek een ruimte eigenlijk inneemt en je even opnieuw laat kijken naar Times Square met alle lichtjes en reclames en billboards. Ja. Oh ja, wat grappig. Grappig. Ik ben verlicht. En dan ben ik nog maar aan het begin, hè? Een hele rats gewoon. Goed. We hebben er twee down nu, toch? Twee tips. Twee. Hoeveel mag ik er? Nou, ik kijk wel even. Ik deed een stuk of vijf of zo. Dus je kijkt naar op welk moment de mensen afhaken in de video. Is gewoon zo'n beetje. En door. Oké. En volgende. Dan heb ik nog een leuke voor je. Ik ga deze doen. Oké. Ik heb er nog één. Ja. Zijn bijnaam is The Invisible Man. Mm-hmm. Ik dacht, jij begon net over Batman. Dan gaan we daar maar even op door. Ja. Liu Bolin is een kunstenaar. Kunstenaar uit China. Je moet hem eigenlijk even opzoeken. Ja. Maar het eerste wat je ziet als je naar zijn kunst kijkt is, je ziet eigenlijk alleen maar schappen met groentes of schappen met allemaal ballonnen zie je. Het zijn allemaal hele drukke, lijken foto's. Je ziet allemaal voorwerpen. Of je ziet boodschappen, je ziet allemaal rekken in een supermarkt met noedels. Je ziet een landschap, je ziet zelfs het journaal, het Franse journaal. Mm-hmm. Maar als je beter kijkt, dan zie je dat daar iemand in staat in dat beeld, in die foto. Dus je ziet opeens een gezicht wat perfect eigenlijk, ik kan je nu verklappen, het lijkt gefotoshopt, maar geschminkt is aan de omgeving.
En dat is dus de kunstenaar zelf. Dus deze kunstenaar, Leo Boleyn, die staat dus in zijn omgevingen. Als een soort chameleon is hij aangepast aan de achtergrond. Ja. En hij doet dat omdat je denkt, oh wat leuk, ik zie allemaal schappen met noedels. Ik zie allemaal mooie rekjes met groentes, allemaal fruitmandjes. Maar hij kaart hem eigenlijk allemaal best wel belangrijke onderwerpen aan. En met name onderwerpen die ook heel erg commentaar leveren op de politiek en de manier hoe China bepaalde dingen aanpakt. En hij bereidt dat voor door echt... Nou, hij gaat zo'n locatie uitzoeken. Soms bouwt hij dat helemaal na in zijn eigen studio. Maar soms doet hij dat op de plek zelf. Dus bijvoorbeeld tijdens een uitzending van het Franse journaal, waarin bepaalde belangrijke onderwerpen werden besproken, heeft hij zichzelf geschminkt, met een team natuurlijk, en ook zijn pak aangepast aan de studiosetting van het Chinese journaal. Sorry, Franse journaal. Ja. Maar ook heeft hij dit live gedaan tijdens een TED-talk. Die kun je ook nog later zien. En daar heeft hij eerst verteld over zijn werk, wat hij deed en waarom ik het belangrijk vind om onderwerpen aan te kaarten op een manier waarvan je eerst denkt, hé, hey, dit is gewoon een supermooie foto en wat grappig, ik zie een kunstenaar. Nee, het is allemaal heeft te maken met heftige onderwerpen aankaarten. En voor hem ook, hij woont en werkt in China, is natuurlijk dat ook soms nog best wel gevaarlijk wat hij zegt. Ja. Maar hij heeft in die TED-talk op het einde, schminkt hij zichzelf en kleedt hij ook zich helemaal aan naar de omgeving van die TED-talk. Dus dan wordt hij één met het decor. Wat lijp! Ik zit te kijken ook. Het is echt een chameleon gewoon. Ja, ja. En is hij als kunstenaar... Want Ai Weiwei bijvoorbeeld... Die doet het niet heel goed bij de Chinese overheid natuurlijk. Als kunstenaar. Die hebben ze liever, die zijn ze liever kwijt dan rijk. Heeft hij dat ook? Nou ja, hij kaart bijvoorbeeld wel dingen aan... dat bijvoorbeeld in instant noedels schadelijk fosfor zat. Of bijvoorbeeld de keuzes in China. Maar ook bijvoorbeeld onveilige levensmiddelen. Of bijvoorbeeld bepaalde vrijheden, persvrijheid. Zijn wel onderwerpen waarin ze denk ik niet heel blij zijn dat hij dat bespreekt. Precies. Oké. Wauw, wat vet. Dit is... Wauw. En misschien leuk voor mensen om thuis te proberen als je toch binnen zit. Smink jezelf naar de omgeving. Ja. Ik heb een witte muur, smakkie. Jij daarentegen, als je zit te kijken. Jij hebt een heel ingewikkeld muurtje. Ja, ik helemaal niet goed in precisiewerk. Dus bij mij is er gewoon één blauwe vlek. Is het waarschijnlijk gewoon. Hey, geef me meer, Kat. Ik ben helemaal excited hierdoor. Oké, nou, next one. Oké. Nee, deze is ook wel leuk. Dit is eigenlijk een werk van dat is vet. Dit is een echt gigantisch grote fontein. En dit werk was te zien tot in april dit jaar. En de fontein is 13 meter hoog. Het staat in de hal, stond in de hal van het Tate in Londen. Zo'n heel groot bekend museum in Engeland. Ja. En het werk is van Kara Walker. En Kara Walker maakt, vind ik, mega vet werk. Ja. Maar ze wil ook echt belangrijke dingen bespreekbaar maken. Die voor heel veel mensen ook gevoelig zijn. En ook lastig zijn om te bespreken. Dus denk aan slavernijverleden. De verhoudingen, politieke verhoudingen tussen landen. Maar ook, bijvoorbeeld in dit geval, de geschiedenis van Engeland. En hun rol die ze hebben gespeeld in sommige landen. Die natuurlijk niet al te geweldig is geweest. Als kolonialist. Ja, precies. Ja. En misschien als mensen haar naam noemen, ze heeft bijvoorbeeld ook een heel groot soort swings gemaakt in New York van suiker. Volgens mij Beyoncé er zelfs ook bij geposeerd. Dus nou goed, werk wat je ook misschien online is voorbij zien komen. Maar dit werk is dus een gigantische fontein. Mm-hmm. En deze fontein heeft ze eigenlijk gemaakt naar aanleiding van Victoria Memorial. Dit is ook een heel groot monument wat staat voor Buckingham Palace. Mm-hmm. En monumenten zijn natuurlijk iets waar vaak bepaalde dingen in het verleden ook worden gevierd. En ook dat je, we kijken nu ook heel erg terug naar, oké, wat is nu eigenlijk, weet je, wat toen neergezet is, kan dat eigenlijk wel nog? Mm-hmm. En zij zegt tegelijkertijd, zijn monumenten dingen, kijk, in je eigen stad of in je eigen plek waar je zit, zijn vaak dingen waar je, die neem je eigenlijk voor lief. Weet je, hoe groter vallen ze vaak niet eens meer op. Dat ding staat er gewoon. En misschien dat je nu een rondje door Amsterdam wandelt, of waar je ook woont, dat je denkt, goh, Paleis op Dam, oké, vet gebouw, maar normaal... Misschien helpt het als we ze inpakken. Nou, precies. Of wat zij dus doet, zij gaat aan de hand daarvan, heeft zij een eigen enorm werk gemaakt. En deze fontein heeft te maken met slavernij, het verleden, maar ook
door middel het thema water wat ze erin laat terugkomen. Dus het water van de fontein, maar ook je ziet bootjes, je ziet een schelp in de ruimte zag je liggen. Heeft te maken met eigenlijk de gedeelde geschiedenis van 3 continenten. Dus van Afrika, Europa en Amerika. Mm-hmm. En natuurlijk het water wat ze verbond, maar wat ook op zijn hele pijnlijke manier heeft verbonden. Dus als je kijkt naar slavenhandel, maar ook de handel die sowieso niet heel netjes ging, ging allemaal via water. En dat heeft zij in het werk, wil ze dat laten zien. Dus als je het bijvoorbeeld opzoekt, je hebt hele mooie YouTube-video's ook van Tate, maar ook van haarzelf. En daarin zie je bijvoorbeeld, je ziet daarop een soort Venus-figuur en uit haar borst komt water spuiten. Mm-hmm. Maar je ziet ook, zie je Queen Vicky, dat verwijst natuurlijk naar Victoria. Mm-hmm. En die is een soort klein vrouwtje met een kokosnoot in haar hand. En daaronder schuilt een jongetje, wiens naam Melancholie is. In het werk zit dus heel veel symboliek met verwijzingen. En als je dat gaat uitzoeken, het is ook wel een leuk spelletje, maar wel met een bepaalde serieuze ondertoon natuurlijk. Ontdek je steeds meer. Dus er zit bijvoorbeeld ook een bootje bij. En op dat bootje staat Key West. Mm-hmm. Dus het zou misschien ook een beetje een hint kunnen zijn naar een muzikant met het Jezuscomplex, genaamd Key West. Kan jij? Een van mijn all-time favorites, alright. Ja, maar ook bijvoorbeeld, als je daar verder naar kijkt... Briljant kunstenaar. Ja, nou ja. Maar het zit ergens heeft zij het dus erin verwerkt. Daarnaast heeft zij bijvoorbeeld ook erin verwerkt een bekend ander schilderij, waarop je op dat oorspronkelijke schilderij The Slave Ship een vlot ziet ten onder ziet gaan. Mm-hmm. Dus zij stopt allemaal verwijzingen in deze enorme witte grote fontein. Mm-hmm. Die verwijzen naar dat pijnlijke verleden. En het is gewoon... het is gewoon mega indrukwekkend om te zien. Dus als je niet de kans had om daar te zijn, wat denk ik velen van ons ook niet meer hebben kunnen doen. Nee. Maar ook als je het gewoon terugkijkt, zie je gewoon... Het is zo bijzonder om te zien. En het is gewoon echt... waanzinnig, want ze hebt ook filmpjes waarin ze laat zien hoe ze het heeft gemaakt, maar ook waarin ze die Sphinx van suiker, dat staat bijvoorbeeld een oude suikerfabriek, stond dat in Amerika, New York. En het idee is ook dat die grote suiker Sphinx, die moest op een gegeven moment ook, het verging allemaal weer. Hey, dus maar, het stond maar, ook. Hoe wordt dit ontvangen in Amerika, omdat het natuurlijk best wel op rassenkwesties ook zit? Deze stond... Die Sphinx, waar ik net even kort over had, die stond in Amerika. En dit grote witte beeld stond in Engeland. En dat grote beeld in Tate was natuurlijk een direct commentaar op de rol van Engeland. Wat het heeft gespeeld. Ja. Als je ook kijkt naar de dingen dus waar ze monumenten voor neer hebben gezet ooit. Maar ook al die kleine verwijzingen die bijvoorbeeld die zij in haar werk heeft gedaan. Die verwijzen naar andere dingen. Mm-hmm. Kan het nog wel later een keer opsturen. Maar hoe wordt het ontvangen daar in de UK? Weet je dat? Wisselend. Ligt er ook aan wie het vraagt. Maar het is natuurlijk heel. Het kan natuurlijk heel ongemakkelijk zijn voor mensen. Net als deze onderwerpen nog steeds voor heel veel andere mensen ongemakkelijk zijn. Maar dat is natuurlijk ergens ook goed dat het ongemakkelijk is voor sommigen. Want dat moet ook. Het is, daar is kunst voor, toch? Ja. Ik hoop op een setje boedende luisteraars. Anders heb ik kunstwerk niet gedaan. Nee, dat ik allemaal nu spam nu krijg hierna. Als we heel veel positieve mailtjes krijgen, dan bel ik je boos op. Ik ga gewoon nu mijn naam zeggen dat het met een K te schrijven is en met CK als laatste. Ontraceerbaar. Maar heel vet werk. En ook heel beladen werk. Dus je ziet, wat ik net al zei, van de dingen die erin zitten, zit er ook bijvoorbeeld een boomstam, verwijzing naar een boomstam in met een strop, een jongetje wat aan het huilen is, tot bepaalde vrijheidsvechters die erin voorkomen. Dus het is een prachtig werk, maar ook heel erg geladen. Maar zeker moeten wij het om even op te zoeken. Het is wel echt heel tof. Leuk. Nog één? Ja, oké, keuze. Ik heb nog even een korte. Die knal ik er ook nog even in. Zeker. Ja, werk. Oké. Dit is vet, want dit is een werk wat genaamd is gemaakt door Kate Cooper. Cooper, COOPER. Ja. En het eerste wat je dit ziet, het is een video, dus het is bewegend. En ik heb het ooit gezien in de Vondel CS tijdens een expositie die toen was gedaan rondom digital art. Dus daaronder VR, AR, internetkunst, eigenlijk...
Nou ja, het is een stroming die langer bestaat, maar nu steeds meer onder de aandacht is. En wat je zag, je had een ruimte en daarin had je 3 schermen. En op die schermen zag je een vrouw rennen in paniek. Je zag spanning, je zag bloed, je zag een soort van haar vechten tegen een soort een lopende band waarop ze aan het rennen was. Het voelde een beetje een soort horrorfilm. Heel ongemakkelijk en tegelijkertijd bloemen uit haar gezicht komen. Het was mooi om naar te kijken, maar ook heel een beetje aan relaxed. Je werd een beetje benauwend bijna van. Het ding is dat Kate Cooper, die werkt met computer-generated images. En ze manipuleert en beperkt heel erg de lichamen van vrouwen. Bijna als een soort plastisch chirurg. Dus vermaakte heel erg. En dat heeft ze ook in deze video, zie je dat heel erg terug. Dus zij wil je eigenlijk als kijker verleiden om er naar te kijken, maar ook dat je tegelijkertijd denkt, wat is dit? Dus het gemak en ongemak, dat je heel erg continu een soort van strijd met jezelf bent. Waar zit ik naar te kijken en wil ik dit eigenlijk nog wel zien? En het vette is dat zij, heel erg bezig eigenlijk met een soort haat-liefde relatie creëren met een digitale vrouw. En zij heeft, wat een vet is, zij heeft zelf dus werk getentoongesteld in Amsterdam, maar ook in New York, ook in Parijs. Het is super vet. Het wordt dus altijd geprojecteerd op van die schermen. Maar wat het leuke is aan die digitale kunst, is dat je af kan vragen, oké, maar wat als ik dit gewoon kan zien, vanaf mijn telefoon of mijn computer vanuit huis, waarvoor heb ik dan eigenlijk nog een museum nodig? En dat zie je sowieso bij die digital art heel erg terug. Dus wat Kate Cooper doet, is bijvoorbeeld een voorbeeld van Jeffrey Lilleman. Dat is een kunstenaar die woont ook in Amsterdam. Die was ook op die avond van deze tentoonstelling, was hij er ook. Die heeft bijvoorbeeld een werk gemaakt. Je kan echt zijn site bezoeken, daar vind je echt al heerlijke dingen. Ook een beetje scary en ongemakkelijk, maar daardoor te gek. Hij heeft een tijdje terug een werk gemaakt wat op Facebook te zien was. Maar bij elke klik, de like, wat de like, wat is dat eigenlijk waard? Vernietigde dit kunstwerk zichzelf. Holy shit. Dus zeg maar, het idee was dat je, je had een soort de dood. Wat is eigenlijk de power of the share en the like? Dus juist als je het niet deed blijven bestaan, als je het likte, ging dat kunstenaar eigenlijk soort van weg. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk ook iets van, wat is je dat waard? En dat zijn juist online en ook als je kijkt naar internetkunst, digital art, VR, AR. Wat is je relatie tot iets wat online bevindt en hier en het nu? En dat doet hij bijvoorbeeld heel leuk. Maar hij had bijvoorbeeld ook op die avond zelf, wat ik echt amazing vond, kon je dus had hij een virtual reality gecreëerd waarbij je een bril opzette en dan kon je de ruimte doorkijken. En als je dan beter keek, zag je op rechts een hoek een kotsende kat, zag je staan. Ja, ik vind het zelf heel fijn. Maar hij is heel, dat is gewoon iets wat je, digital art is gewoon heel tof, omdat je daardoor kan, je kan het eigenlijk overal bekijken, je kan het overal zien. En je ziet dus ook nu terug in deze quarantainetijd dat je ook musea ook laten zien dat zij online expositieruimtes zijn. Dus van een Mauritshuis die speciale lezingen doet, tot bijvoorbeeld een MoMA, tot dat je musea in Japan, kunstmuseum in Den Haag. Je kan overal vanuit huis nu ook de kunst bekijken. Dus of het nou kunst is van een digital artist, tot musea die dat nu actiever aan het laten zien zijn. Ik had nog één vraag over Kate Cooper. Die digitale vrouw, is dat ook een sneer naar een tijdperk waar we onszelf digitaliseren en mooier brengen dan we eigenlijk zijn? Of die neiging hebben? Kijk, het gaat natuurlijk wel een beetje om Dat perfecte, dus zeg maar dat vermaken en dat perfecte. Daar heb ik anders ook nog een leuk voorbeeld voor zometeen. Maar dat is wel iets wat je bij haar eventueel kan zien. Dus zeg maar dat, als je hem wat langer bekijkt, zie je ook dat de hele vorm, er alles verandert. Ja. Dus het is natuurlijk wel een soort van bepaalde kijk op hoe wij kijken naar het vrouwelijk lijf. Ja. Lichaam van de vrouw. Ja. Ik wilde nog eentje, Kat. Een hele lange of een hele korte? Iets het meest interessante. Maakt niet uit of het lang of kort is. Maar ik vind het waanzinnig. Ik zit echt met open mond naar je te luisteren. Nou, wat wordt hem? Cindy Sherman. Cindy Sherman, oké. Ja.
Want jij had het net over het vrouwbeeld. Wat heel fijn is. En ik doe dit ook gewoon omdat dit een van de fotografen is waar ik ook op een gegeven moment dat onderzoek over heb gedaan. Ik dacht, die moet erin. Mm-hmm. Als je Cindy Sherman opzoekt, het eerste wat je eigenlijk ziet zijn heel veel foto's van, mm-hmm. van verschillende type vrouwen. Je ziet pruiken, je ziet jurken, je ziet haren strak naar achter, je ziet pakken, je ziet... Ja, een soort rollenspellen lijkt het eigenlijk. Mm-hmm. Het heette de filmstills. Het zijn allemaal foto's met verschillende type vrouwen erop. Mm-hmm. Maar dit is allemaal gemaakt door Cindy Sherman. En zij is het zelf op elke foto. Oh, ik zit even te kijken, ja. Dus laat het even beeldend maken. Je ziet dan dus klaarblijkelijk Cindy Sherman met een roze soort van suikerspinpruik. Een hele heavy make-up. En yeah. als clown... Het lijkt op alsof ze hier... Oh, hier heeft ze oranje haar en een rood gebaat aan. Ja, het is... Het kan zijn dat jij nu... want dat is heel leuk. Zij is op een gegeven moment dit project van die filmstills begonnen... in de periode 1970-80. Mm-hmm. En zij wilde eigenlijk een soort commentaar leveren... waar we het net over hadden, dat zelfbeeld... over het beeld wat vaak gecreëerd werd in films. Dus in mm-hmm. eigenlijk, weet je, populaire media. Mm-hmm. Hollywood, weet je, denk aan... Weet je, van die stereotype vrouwen van de huisvrouw, het domme blondje, de seksbom, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat wilde ze eigenlijk zo laten zien. En zij is dus begonnen hiermee ooit in haar eigen huiskamer. Dus gewoon haar eigen appartement zijn die eerste foto's gestart. En heeft een hele reeks heeft ze gemaakt. Maar het leuke is dat sinds een tijdje heeft zij haar privé Instagram account publiek gemaakt. En waarschijnlijk heb je daardoor ook een paar nu van gevonden. Dus opeens had zij een soort van, had iedereen een soort enorme extra lading aan kunstwerken van Cindy Sherman gewoon te zien op hun Insta. Waarin zij dus ook weer selfies maakt, maar dan weer helemaal vervormd op rare, weet je, daar heeft ze haar gezicht omhoog getrokken via allerlei andere manieren. Holy shit, ja. Eén ding is wel, zij haat echt het woord selfies. Oh, waarom? Nou, ze vindt, iedereen zegt ook, oh, weet je, ze heeft van die bijnaam als queen of selfies of whatever. Maar zij zegt, het is ook, zij speelt die rollen. Dus zijn ook geen echte zelfportretten, want zij speelt die rollen van de personen die ze afbeeldt. En dat is dus om eigenlijk het stereotype beeld van vrouwen te doorbreken. Ja, onder andere. Dus vervormingen, weet je, hoe je in een bepaald hokje wordt geduwd. Dus... Ja, ja, het wijkt ook af, al die vervormingen van het ouderwetse ideaalbeeld van vrouwen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Ik vind niet dat er een ideaalbeeld is, maar dat, of moet zijn in ieder geval. Maar we snappen elkaar, ja. Ja, wat heel erg wordt gezegd dat dat is door grote... Ja, door de mainstream. Ja, nee, precies. Oké, Kat, tot slot. Oh ja, ik heb nog even een kleine... voor als je denkt, ik wil misschien kunst kopen voor aan mijn muur. Er is nu echt een mega leuk initiatief gestart... door Isabelle van Marden en Kuna Haan. Ze zijn Pictures for Purpose begonnen. En daarmee gaat een bedrag van het werk wat je koopt... naar de Nederlandse Voedselbank en naar de kunstenaars die het hebben gemaakt. Oké. Okay. Ik kan nu ook... je kan het gewoon vinden op je Instagram. Pictures for Purpose. Nou ja, je kan er... allemaal foto's kopen voor €125 per stuk. En het zijn werken van Lotte van Raalte tot aan, eens kijken, Ruud van Beek, Hanneke van Leeuwen, Hajar Benjida ook, Sanja Marusic. Heel, echt heel vet. Doen. Dus ik ken deze fotograaf ook. Lotte van Raalte heb ik nog een boek van in huis staan. Maar dat zijn echt hele leuke fotografen zijn dit. Ja. Ja. Dus je support de voedselbank en de kunstsector. Ja, en je hebt iets moois aan je muur. Ja, win, win, win. Alleen maar win, gewoon. Alleen maar win. Dankjewel, Kat. Oké, doei. Doei. Ja, dat was Katelijne Blok. Mocht je nou denken, die kunstenaars, waar vind ik die? En die accounts, waar vind ik die? En ik wil inderdaad zo'n foto kopen voor de voedselbank en de kunst. Dan check even de beschrijving van YouTube. Want daar hebben we alle linkjes ingezet. Dan gaan we door naar even het belang van kunst in de Nederlandse sector. Dat vinden we toch belangrijk om aan te halen. We hadden pas met Sander Schimmelpenning een podcast over de economie. Dat was ook een beetje, ja, ondergeschoven kindje, niet helemaal het goede woord. Maar we merkten wel dat
er vaak, zoals Sander dat graag zegt, gedaan werd over de economie in deze tijden, alsof dat een rechtse hobby is. Maar dat is natuurlijk veel meer. Dat heeft, de economie is ook iets wat onze gezondheid direct of indirect in stand houdt. Nou, daar hebben wij de podcast over gehad. Echt de moeite om trouwens om even terug te luisteren. Ook stel ondernemers in. Nu dachten we, laten we kunst op die manier ook even benaderen. Want dat wordt vaak gezien als linkse hobby. Terwijl kunst veel meer is dan dat in de basis. Dat is namelijk, dus zoals ik net zei, goed voor je brein. Maar staat ook voor 3,7% van ons bruto nationaal product. En dat is gewoon echt heel erg veel als je het toch over de economische boeg wil gooien. Nou, het belang daarvan en waarom het belangrijk is, dat bespreek ik met de kunstenares Tinkerbell. Hallo Tink. Hi Tim. Hallo. Hey Tink. Luister. Los van dat jij mijn achterbuurvrouw bent, want dat ben je. Waarom zitten we nu niet bij elkaar, Tim? Dat zeg je? Ja, corona, hè? Ja, het corona, ja. Dat is de reden waarom ik je bel. Hey Tink, luister. Ik bel jou om het volgende, om over kunst te praten, het belang daarvan en hoe we nou de kunstsector een nieuwe injectie geven, zij het financieel. Maar ik wil eerst even weten, hoe gaat het met je? Nou, wel oké. Is, zeg maar, binnen de context van een pandemie. Ja, en wat mis je en wat ben je rijker geworden? Nou, ik ben best wel een beetje verdrietig, want alle projecten waar ik de afgelopen 5 jaar aan heb gewerkt liggen stil. En ik weet niet of ik ze weer op kan pakken en dat is best kut. Ja, dat is wel kut. En ja, dat is een understatement. Ja. En ja, en ik moet even de wereld opnieuw uitvinden, net zoals iedereen. Ja, hey, maar vertel eens eventjes, want jij bent kunstenaar, jij leeft van kunst. In welke hoedanigheid beïnvloedt dit direct jouw bestaan? Dus ik snap dat je projecten niet doorgaan, maar hoe komt dat dan? Nou, ik werk de laatste 5 jaar vooral in Japan. En daar kan ik nu niet zijn. Nee. Dus dat is zeg maar heel direct. Maar nu heb ik ook, zeg maar, en dat gaat dan meer over financiën, een beetje een gek verdienmodel. Mm. De meeste mensen die werken, en dan krijgen ze daar geld voor. En dan betalen ze daar de huur van en zo. Ja. En, maar ik werk en dat kost geld. Dus ik kan daar niet de huur van betalen. Dus ik moet iets anders bedenken om geld te verdienen. En dat, daar heb ik een model voor. En dat is dat ik praat over mijn werk. Ja, dus ik geef lezingen en doe mee aan debatten en dat soort shit. En daar krijg ik geld voor. En daar betaal ik mijn werk van en mijn huur. En, maar ja, dat gaat ook niet door. Dat kan dus even niet. Nee. Nee, nee. Oh, is dat je? Ik weet... Dus ik kan en mijn werk niet doen en ik kan mijn werk niet betalen. En mijn huur niet. God, dus het is best en je huur ook niet? Nou ja, nee, dat is inderdaad best wel een beetje lastig, ja. Oh, wat ingewikkeld, joh. Ja. Ik snap, maar jij bent dus wel een zelfvoorzienend kunstenaar, want jij leeft dan niet direct van subsidies of zo. Bijna nooit. Nee, wel af en toe een beetje. Maar om er even meteen iets in te gooien, want ik denk dat heel veel mensen denken dat subsidies, dat dat betekent gratis geld krijgen. Ja. Maar een subsidie is natuurlijk gewoon een opdracht. Ja. He, dus dan een overheidsinstantie die bedenkt, we willen graag dat dit gebeurt in de kunst met dit als doel. Ja. En dan is er eigenlijk een soort kwestie van een soort aanbesteding. Dus, en daar kun je dan op inschrijven als kunstenaar en een voorstel doen. En dan, ja, dan kun je de opdracht krijgen, de subsidie. En dat is feitelijk gewoon een hele slecht betaalde opdracht. Dat is subsidie. Ja, ik had wel iets meer. Het beeld, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat je dan zegt, ik ben kunstenaar, ik wil dit maken. Dat de overheid zegt, nou, wij supporten dat. Hier heb je geld, kan je lekker dingen maken. Ja, nou, zo is het niet. Nee. Nee, oké. Okay. Maar luister, ik bel jou specifiek jou, omdat ik weet dat je kunstenaar bent. Maar ook omdat je, en ik heb je heel veel in de krant voorbij zien komen, een oplossing hebt om de kunstsector wat extra geld te laten implementeren. Ik heb daar zelf wat ideeën over. De overheid heeft daar wat ideeën over. Maar jij hebt daar ook ideeën over. Dus ik wilde eigenlijk gewoon even van jou horen. Pitch mij eens eventjes in zo lang of kort als dat het duurt. Wat heb je nou precies voor ogen? Hoe moeten we dit nou doen? Met Sander Schimmelpenning had ik het over de economie weer aanzwengelen. Met jou wil ik het hebben over de kunstsector aanzwengelen. Ja, nou ja, eigenlijk wat ik zou willen is dat mensen, en dan bedoel ik echt iedereen, zoveel mogelijk worden gestimuleerd om in kunst te investeren. Ja. En dat lijkt
eigenlijk helemaal niet zo onlogisch. Maar dat is het voor heel veel mensen wel. Want de meeste mensen die zijn helemaal niet gewend om kunst te kopen. En om even een voorbeeldje te geven. Zeker de eerste weken zeg maar, van deze coronatoestand. Waren er overal gratis optredens in binnentuinen en weet ik veel wat. En kunstenaars die in de publieke ruimte allerlei dingen gingen doen. En iedereen was daar heel blij mee. En oh, wat fantastisch. En wat een veerkracht in die sector. Maar dat was natuurlijk allemaal gratis. Ja. En het komt dan gewoon niet in mensen op van, oh, we moeten die kunstenaars misschien betalen daarvoor. En terwijl dat, ja, dat moet natuurlijk wel. Want we moeten ook eten. En dus ik zou mensen willen stimuleren om te investeren in kunst. En dat kan dan direct een aankoop zijn. Dus dat je een kunstwerk koopt. Dat is op zich wel fijn. Want mensen zitten heel veel thuis nu. Dus wel aardig als je naar iets moois boven je bank kijkt. Maar dat kan ook zijn dat je, weet ik veel, in je binnentuin iemand laat optreden en daarvoor betaalt. Of weet ik veel, ieder zit in van die stomme Zoom-sessies. Dat je iemand inhuurt om in te breken in je Zoom-sessie. Een acteur of iets dergelijks. Er zijn natuurlijk tal van dingen die mogelijk zijn. Ja. Maar ook, ik had het net even over dat ik moet dat we de wereld opnieuw moeten uitvinden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus voor elke organisatie, voor elk bedrijf, voor elk individu. We moeten eigenlijk binnen een nieuwe context moeten we een soort dingen bedenken. Hoe gaan we daarmee om? En dat is nou precies waar kunstenaars zo goed in zijn. Dus ik zou ook willen dat bedrijven en organisaties eigenlijk een soort kunstenaars binnenhalen om eens te kijken van, nou, wat kunnen we hier nou mee? Hoe kunnen we deze Lego-stenen anders opbouwen dan wat we gewend zijn? Nou, dat is best wel een fenomeen wat ze in Amerika toch geregeld doen. Bij als er zich moeilijke dingen voltrekken, dat ze scenario-schrijvers op laten komen drapen, ja, omdat die gewoon een hele andere manier hebben van denken dan de gemiddelde corporate jasje, zeg maar. Ja, nou ja, wat heel veel kunstenaars doen en waar ik mezelf ook onder schaar, is dat ze werken op basis van, een heel mooi woord, serendipiteit. Ja. En ter uitleg, wat betekent serendipiteit? Het is eigenlijk werken met dat wat op je pad komt. Dus niet werken met dat wat gegeven is binnen de kaders die je kent, maar werken met dat wat toevallig op je weg komt. Ja. En daar ook mee uit de voeten kunnen. Ja. En dat is natuurlijk nu wat moet gebeuren. En wij, en met wij zeg maar de makers, de kunstenaars, we zijn met 160.000 in Nederland. Dat zijn er best wel veel. Ja. Wij zijn daar best wel goed in. En in de meeste organisaties is men daar helemaal niet goed in. Want wat je nu al ziet is dat iedereen probeert eigenlijk weer terug te gaan naar het oude. Terwijl het oude helemaal niet meer bestaat. Waarom zou je investeren in kunst nu? Wat is economisch gezien, waarom zou je dat doen? Nou, omdat eigenlijk alles in onze maatschappij, alles wat er bestaat om ons heen, dus als je naar buiten loopt en je kijkt om je heen, is begonnen bij de kunst. Ja, dus alles is ooit bedacht en ontworpen en alles is te herleiden tot de kunst. Om even een voorbeeld te geven, de meeste architecten zijn geïnspireerd door kunst. Door kunstwerken die ze hebben gezien, et cetera. En dat nemen ze mee in de ontwerpen. Dus, en zo'n architect ontwerpt dan een gebouw, jouw huis. Ja, ja. Of whatever. Maar de opbouw van zo'n gebouw vraagt ook om een specifieke inrichting die daarbij past. Dus dan heb je interieurarchitecten die daarbij passen. En dat heeft weer impact op allerlei bouwontwikkelingen. Dus het heeft direct invloed op hoe die bouwsector werkt. En dat heeft weer invloed op, nou ja, alle objecten die in dat huis staan. Tot dan weet ik wel, je verwarming en je alles. Dus dat is een soort keten die begint bij de kunst. Ja. En we hebben het nu heel veel gehoord de horeca last heeft natuurlijk, hè, van deze situatie. Ja. Maar de horeca is voor een groot deel afhankelijk van de kunstcultuursector. Dus die mensen gaan naar theater, gaan naar een voorstelling en gaan dan lekker wat eten en daarna nog wat drinken, et cetera. En dus, club, ja. Dus, precies, dus alles in die keten hangt eigenlijk af van de kunsten. En dan heb ik het nog niet eens over dat in aanraking komen met elke vorm van kunst triggert jouw denken en ook jouw eigen creativiteit. Dus het is zeg maar de creativiteit van de kunstenaar die jouw creativiteit ook triggert. Waardoor je dat motortje soort van gaat draaien en jij beter in staat bent om zelf oplossingen te bedenken voor elk probleem wat op je pad komt. Ja.
Is het verstandig om als particulier te investeren in kunst vanuit geldoptiek? Dus... Nou, ik zou zelf... Ik zou zelf in eerste instantie gewoon investeren in kunst omdat je iets mooi vindt of leuk vindt, dat je er blij van wordt. Okay, maar dat is natuurlijk, dat kan voor heel veel mensen in tijden van corona heel secundair voelen. Hè? Toch? Kan. Maar ik denk dat heel veel mensen ook het gevoel hebben dat kunst niet voor hen is. Ja. Omdat het misschien te duur is of te ingewikkeld en begrijpt het niet. Maar je hebt ook best wel heel betaalbare kunst. Is bijvoorbeeld nu op Instagram. Vind ik echt superleuk, is een actie. Dat heet de Artist Support Pledge. Dat is van een Amerikaanse kunstenaar, die heeft dit bedacht. Matthew Barrows, als ik me niet vergis. Ja. En het is dus een hashtag, Artist Support Pledge. En het zijn kunstenaars uit de hele wereld. Die bieden kunstwerken aan tot een bedrag van €200. Dus dat is betaalbaar. En op het moment dat een kunstenaar dan voor tenminste €1000 heeft verkocht, belooft die kunstenaar ook weer iets te kopen van een andere kunstenaar. Ja. Dus een soort ongoing ding. En dat is superleuk om daar te beginnen als je nog nooit kunst hebt gekocht. Of wat ook kan, is dat je gebruik maakt van de kunstkoopregeling. Dat is eigenlijk een renteloze lening. Dat werkt eigenlijk bij bijna alle galerieën. Dus dan kun je een kunstwerk kopen wat misschien eigenlijk boven je budget is. En dan betaal je €50 per maand af. Bijna als een soort abonnement eigenlijk. Ja. En dan is het na zoveel maanden gewoon van jou. Is dat een beetje... Ik heb altijd, als je een Rolex koopt, is toch het verhaal. Dan geef je €10.000 uit. Dat is veel hoor. Dat hoeft niet aan de orde te zijn nu als het over kunst kopen hebben. Mooie kunst kopen. Maar een Rolex wordt veel meer waard. Is het ook een beetje zo'n investering? Sommige dingen wel. En niet alles. Ik zou zelf denken de meeste dingen niet. Maar ik geloof ook niet dat je kunst in eerste instantie moet kopen omdat het misschien meer waar wordt, of waard wordt als een investering. Nee, ja, ik probeer de niet usual suspects die kunst kopen warm te maken om kunst te kopen. Dus ik gooi even op economie, weet je. Ik vind het heel leuk. Ik heb een echte Johan Cornella hangen, zeg maar. Die heb ik een paar jaar voor 200 piek gekocht, handgeschilderd. En hoe blij word je daarvan, Tim? Ja, heel erg blij. Ik kijk er iedere ochtend tegenaan. En het is zelfs bewezen dat als je eerste dingen die je ziet, als je wakker wordt en die positief zijn, dat het je dag beïnvloedt. Daar geloof ik in. Dus ik hang mooie dingen in mijn huis. Daar ben ik heel erg fan van. Maar gegeven dat ik dat voor 200 piek heb gekocht, zijn beeldjes gaan nu voor 10 ruggen. Dus volgens mij, zelfs op economisch... vlak. Dat is het natuurlijk. Kijk, als je mijn werk koopt bijvoorbeeld, dan is dat ook aan de hand. maar misschien vind je... Ja, misschien vind je mij heel stom. Of wil je liever iemand anders steunen? Dat is ook goed. Ja. Nee, maar ik snap wat je zegt. Dus jij zegt, kunst staat... is een belangrijke schakel, al dan niet het startpunt in de keten die onze maatschappij is. Alles. Ik heb even opgezocht. Het is 3,7% van de Nederlandse economie. Bruto nationaal product. Ja, cultuur en media. 3,7%, dat is veel hoor. Hè? Ja, dat is echt heel veel. Ja, en ook, nou ja. Het, weet je, we hebben natuurlijk als sector een super slecht imago. En dat is luier onder. We houden de hele dag zo onze handjes op. Ja. Kom maar hier met geld en dan gaan we niks doen. Ja. Maar het tegenovergestelde is waar. We zijn de armste sector. Dus ik weet niet meer precies wat het percentage is. Volgens mij zelfs 90% van de makers zit onder het sociaal minimum. Dat is echt heel weinig geld. Ja. Maar het is dus vorig jaar een rapport van uitgekomen. We klagen daar niet over, of amper. En we redden het met zo weinig geld, omdat we zo creatief zijn. Dus dat is een beetje gek. Ja. Maar doordat we niet klagen en het eigenlijk net redden, meestal, hoor je de sector amper. En het frame is dat we dus heel veel subsidies krijgen, maar los van dat er bijna geen subsidies zijn. Het is echt maar voor een handjevol kunstenaars. Nogmaals, we zijn met 160.000. Mm-hmm. Die subsidies, dat is helemaal niet zoveel geld. De meeste budget voor kunstcultuur gaat in de grote musea en zo, in overhead, in de huur van gebouwen, in het bewaren, het conserveren van oude kunst. Maar de makers zelf, daar is gewoon heel weinig voor. Ja, ik snap. En we werken heel hard. Want dat is ook ingewikkeld bij makers. Dat een kunstenaar, die wil gewoon dingen maken. En die doet dat ongeveer dag en nacht.
en heeft geen tijd om ergens te lopen zeuren of te klagen of om geld uit te geven. Die maakt gewoon. Ja. En dan hoor je ze ook niet zo. Ja, ik probeer even... precies, ja. Wat ik probeer te doen is ook naar mezelf toe. Want ik, deze progressieve jonge man, die kan ook nog wel een houtje hebben van kunst, eerst de zorg en het onderwijs. En dan zien we daarna weer verder, weet je wel. Maar dat is ook heel belangrijk. Nee, dat is ook zo. Dat hoeft ook niet naast elkaar te staan. Dat probeer ik te zeggen. Ik had met Sander Schimmelpenning over de economie. En die zei, het wordt vaak weggezet als rechtse hobby. Zeker in deze tijd. Ja, economie is even niet zo belangrijk. Maar dat is dus niet zo. Kunst is misschien... Is dus meer, zeg jij, dan een linkse hobby? Om Het is niet eens een hobby. Allerlei aspecten. Nee, dat weet ik ook. Dat zijn ook niet mijn woorden, maar dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Linkse hobby, links kerk. Ja. Ja. Nou ja, weet je, ik zat van de week op Twitter in een soort fitty met een of ander iemand die zei van... ik wil alleen maar de band supporten die ik zelf goed vind. En ik zo, maar de band die jij goed vindt. Hij wilde alleen maar naar concerten, hield niet van cd's en zo. Ik zo, zo zijn er nu even geen concerten. Maar als jouw band zeg maar iets online doet, betaal daarvoor. Ja. Maar die band kan alleen maar bestaan door die hele context. Hè? Dus die is om te beginnen geïnspireerd. Want zo werkt het altijd met muzikanten en whatever. Door andere muzikanten. Dus daar zit al een soort keten omheen. Ja. En daar zit, weet ik veel, als ze dan een cd uitbrengen, zit daar een vormgeving omheen. En daar zitten theaters bij en concertgebouwen. Ja. Die moeten ook betaald worden. En er wordt licht en... Nou ja, weet ik veel. Deze superleuke podcast van jou, Tim. Er zitten steeds van die illustraties en die dingetjes en zo. Er zit toch ook een maker? Nee, dat is ook iemand die op de kunstacademie heeft gezeten. Ik weet het. Je hebt ook gelijk. Dat is ook zo. En kunst brengt ons heel veel. En volgens mij, als het gaat om zelfs vanuit rechterperspectief cultuur omhoog houden, dan is kunst daar een sleutel in. Dus Zeker. Ja. Dus er zijn een aantal aspecten belangrijk. En dat is dus... Even terug naar het begin, want ik wilde even resumeren met je. Dus jij zegt, koop nou gewoon kunst. Laat dat vliegwiel draaien. Twee, dan is kunst een belangrijke schakel in de keten van alles. Ja. Ja. Het is het begin. Het is het begin. Drie, het maakt je ook gewoon blij. Ja. En vier, even het economische, is dus dat het een enorm, dat het echt 3,7% van het BNP is. En dat is enorm op economisch vlak. Het is niet zomaar linkse hobby, het is daadwerkelijk een schakel in de economie die ook nog telt. Dat klopt, ja. En je wordt er slimmer van. Ja, dat is absoluut... Aan het begin van de podcast, je wordt slimmer van kunst. Het triggert je brein op allerlei vormen. Maar dat kan beeldende kunst zijn en dat kan ook muziek zijn of whatever. Alles. Ja. En dat heeft ermee te maken dat zeg maar welke vorm van kunst dan ook, of het nou muziek is of theater of beeldende kunst of whatever, dat het altijd iets anders is. Dus er gebeurt altijd iets anders. Dus er hangt iets op je muur en de muur is niet meer leeg. Ik zeg nu even heel sec. Of er iets op straat. Er is iets wat je niet had verwacht. Iets wat je niet zelf had kunnen bedenken. Ja. Ja. En dat triggert inderdaad je brein. Dus je moet daar even op reageren. Je brein moet dat verwerken. En als dat vaak gebeurt, dan is het eigenlijk een soort olie voor dat motortje, zeg maar je brein. En als dat vaak gebeurt, dan oefent je brein eigenlijk in denken en word je slimmer. Ja, nou zijn we er toch? Daar zijn we er toch, ja. Waardoor de democratie beter gaat werken, et cetera. Dus het is allemaal best wel groot eigenlijk. Hoe zie je dat? Nou ja, kijk, als er verkiezingen zijn, dan moeten we toch allemaal even nadenken over, op wie ga je nu stemmen? En daarvoor heb je ook je brein nodig. Op het moment dat je dat brein hebt geoefend in denken, dan kun je beter een soort afweging maken van, oké, wat ga ik dan doen? Wat is het beste voor mij? En hoe bestaat dat in die hele context? Ja, dus kunst is eigenlijk startpunt voor beschaving, versta ik. Zeker, dat heb je heel mooi gezegd. Kunst startpunt van beschaving. Ja. Zal ik dat als tattoo nemen? Zoals Democracy Dies in Darkness voor journalisten. Ja, en door, laat je die dan door een kunstenaar zetten en ontwerpen? En door een econoom? Door een econoom? Dat lijkt me interessant. Bij wijze van kunstproject. Ik neem het niet zo nauw met wie mijn tattoo zetten. Dankjewel, Tink. Ik vond het een helder betoog. Ja. Nog even, je had een hashtag gelanceerd. Oh ja, een hashtag. Ik heb hem zelfs uitgeprint voor je. Kijk eens. Ja, je moet hem even opnoemen voor de luisteraar.
Hashtag. Dit is hashtag kunst gekocht. Kunst dus gekocht. Wat ik zou willen, is dat iedereen nu even kunst gaat kopen. Ja. Mag ook iets kleins. Mag ook iets kleins. Het hoeft niet per se mijn kunst te zijn. Mag wel. Maar we hebben dus 160.000 makers. Dus er is best wel keus in Nederland alleen al. En als je dan dat hebt gedaan, dat je dat deelt op social media met de hashtag kunst gekocht. Ja. In het belang van de Nederlandse beschaving, economie, democratie en maatschappij. Dat is wat je zegt. Oh. Ja. Nou, zijn we er. Ik ben helemaal blij. Zijn we er, ja. Wat een duidelijk verhaal. Nou, hè? Ja. Dankjewel, Tik. Ik zie en, je. Ja, we zien elkaar snel. Okay, goed. Doei. Dat was Tinkerbell. Tink en Kat, dank jullie wel. Hopelijk vond je het interessant. Nogmaals, je kan alles terugvinden in de beschrijving van de YouTube-aflevering. Mocht je YouTube zitten kijken, dan hallo. En anders was het zonder beeld en zonder linkjes volgens mij nog hartstikke interessant. Goed. Mocht je tips of ideeën hebben voor deze podcast, boos@bnnvara.nl. En ik wijs jullie er nog één keer wel even heel graag op dat we ook de normale boos weer beginnen. Dus ben je boos op je huurbaas? Maakt iemand misbruik van de coronasituatie? Is er een wet in Politiek Den Haag of lokaal? Dat kan natuurlijk ook waarvan je denkt, ja, dit klopt van geen kanten. Mail ons boos@bnnvara.nl. Verder kan je onze podcast overal luisteren. Vergeet niet te abonneren op Spotify, op YouTube. Zeker daar. En de podcast-app van Apple. Geef daar ook wat sterren. Dan komen we wat hoger in de ranglijsten. En dat is goed voor spelling the positive word. Dat is Engels voor aanstellerij. Hey, hou je goed. Wees goed voor je medemens. En niet vergeten, ik blijf het zeggen. Maak je bed op. Tot de volgende.